Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. En ik ben vandaag te gast in Klein Welsde, vlakbij Margraten. Te gast bij Marco Bakker en Wilke van Ammelrooy. Ja, ze vallen in de categorie bekende Nederlanders. Hij vanwege zijn zangcarrière als operazanger en Wilke als actrice. Marco, dankjewel dat we hier bij jullie op bezoek mochten komen. Graag gedaan. Ja. Ja, welkom. Ja, dat gebeurt dan, hè? Dan komen bekende Nederlanders in de buurt wonen en dan duikt de media daarop. Ja, er zijn al wat journalisten langs geweest. Ja. Dat klopt wel, ja. Is dat vervelend? Nee, dat hoort bij het vak. Ja? Ja, dat zijn we gewend. Ja. Waarom zijn jullie verhuisd naar het mooie Zuid-Limburg? Nou, we hadden een leuk huis in Beverwijk, maar vonden het toch op een gegeven moment een beetje te druk worden. We zijn daar toen gaan wonen omdat het een heel leuk huis was en allebei toch erg verzot zijn op de zee. Het is wel heel vreemd dat we nu hier wonen, maar je gaat dan op een gegeven moment, als je dat niet meer bevalt, te druk, veel verkeer, files en dergelijke, ga je op zoek. En dat zou Friesland kunnen zijn of Overijssel of noem maar op. Dus we zijn zo alle regio's een beetje doorgegaan. En een van de advertenties die ik regelmatig tegenkwam was hier in Margraten. Ja. En dat huis beviel me erg. En toen zijn we gaan kijken en ik kende de omgeving. Ik had een aantal producties gedaan bij Opera Zuid. En als we dan vrij hadden tijdens de repetitieperiode, dan ging ik veel fietsen hier in deze omgeving en wandelen. Dus ik kende de omgeving goed. En toen denk ik, dat kan best eens interessant zijn. En toen wij dit huis zagen en het uitzicht en dergelijke, en we konden overeenkomen met de eigenaar. We hebben het gehuurd, we hebben het niet gekocht. Dachten we van, ja, dit is het. En het bevalt ons enorm. Ja. Ook de omgeving en dergelijke. Heerlijk, uitzicht, vrijheid, ja, rust. Als je bent geboren en getogen, zie je het misschien niet meer helemaal. Want wat is er nou zo mooi aan deze regio? Nou, dat valt mij op dat sommige Limburgers niet doorhebben in wat voor stukje Nederland ze wonen. Hoe mooi het hier is. Het is hier zo prachtig. Ik vind het een van de mooiste stukken van Nederland. En dat zeg ik niet om te slijmen, het is gewoon zo. Het is, als je hier fietst, als ik hier vandaan zo naar Valkenburg fiets, ja, je moet wel op mijn leeftijd een elektrische fiets hebben met al die heuvels. En wandelen ook, er is zoveel ruimte hier. Dus dat bevalt ons enorm. Dan heb ik laatst een stukje in de media gelezen van mensen die uit de Randstad, die ook hier naartoe zijn gekomen. En die zeiden van, ja, als je op vakantie gaat, dan is het geweldig. Maar als je er eenmaal woont, dan valt het toch een beetje tegen. Nou, wij wonen nu een jaar hier, iets meer dan een jaar. En wij hebben nog steeds hele prettige ervaringen. En het is denk ik ook hoe je jezelf opstelt. Hoe je jezelf in een gemeenschap aanpast en opstelt. Ik denk dat dat erg belangrijk is. When I am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burden be. Jullie wonen hier in een gehuchtje eigenlijk, hè? Hier is niet echt een verenigingsleven, tenminste niet hier in dit gehucht, maar zijn jullie bereid of doen jullie al dingen mee in de gemeenschap? Nou, in de gemeenschap in zoverre dat het sporten, wij sporten allebei en ik ben lid geworden in Wittem bij de Zuid-Limburgse Golf & Country Club. En dat was ik in Beverwijk ook, of in de buurt van Beverwijk. Het sociale leven heeft natuurlijk dit jaar stilgestaan. En ik kan daar dus weinig over oordelen en ik kan alleen maar teruggrijpen op mijn herinneringen. En ja, er komen hier fantastische vocalisten vandaan. Dus de opleiding hier in Maastricht is geweldig. En ik heb heel veel collega's waar ik mee gezongen heb en nog steeds mee zing, die hier de opleiding gehad hebben. Dus het culturele leven. Vooral ook het muziekleven is heel groot in Limburg. Heel veel harmoniegezelschappen waar ik van een paar heb ik dus nu al een uitnodiging gekregen om binnenkort op te treden. Dat is steeds uitgesteld door de coronaproblemen, maar ze staan nog steeds in de agenda. Want jullie zijn beide nog actief. Ja, ik had bijvoorbeeld 7 kerstconcerten, die moest ik allemaal afzeggen of die werden afgezegd. De meeste zijn uitgesteld naar dit jaar dan. En andere concerten die worden verplaatst of überhaupt gecanceld. Koren hebben het erg moeilijk.
groot deel van mijn carrière bestaat ook uit het zingen als solist bij koren. Het geven van ook van masterclasses, workshops bij mannenkoren vaak. Dat staat op dit moment allemaal stil. Dus je moet afwachten tot de tijd dat we weer gewoon ons beroep goed kunnen uitoefenen. Ja. Ik heb een paar concerten gehad in het buitenland en één in Nederland en een paar televisieoptredens gedaan. Maar dat geldt ook voor mijn vrouw. Mijn vrouw is, zoals je weet, actrice. Die heeft een paar films moeten uitstellen, rollen in films. En een theaterproductie van 60 of 80 voorstellingen. En ja, je moet maar afwachten wanneer dat weer gaat plaatsvinden. Ja. Op dit moment lukt het niet zo om actief te participeren in deze samenleving, maar komt dat er ooit van? Dat is wel de bedoeling. Dat is zeker de bedoeling. Ja. Ik bedoel, het is. Het artiestenleven, het concertleven, en ik spreek daar nu even voor mijzelf, is gewoon internationaal. En ik heb heel veel opgetreden, ook in Limburg. Ik herinner me nog wel de carnavalsconcert met het Limburg Symfonieorkest. En nog met de vader van André Rieu. Wat is nu gefuseerd natuurlijk, het is nu het Zuid-Nederlands Orkest. Met Brabant. Dus ik heb ja, over heel. Wij zijn niet vastgepind aan één bepaalde locatie. Ik zeker niet. Ja. Ik vind overal mijn werk. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. U gaat natuurlijk wel boodschappen doen, dan moet die mens. Ja. Wordt je op straat herkend? Jawel, ja. Vaak ook aan mijn stem. Ik weet nog goed, de eerste keer dat ik bij de bakker kwam. Overigens een hele goede bakker in Margraten. Ik stond daar gewoon en een zonnebril op, volgens mij, weet ik niet meer. En ik deed mijn mond open. Er was meteen van, hey, Marco Bakker, wat doet die hier? Yeah. Dat soort reacties krijg je nog wel. Maar veel mensen hebben nu natuurlijk, doordat er veel al in de kranten verschenen is en op de televisie weten dat wij hier wonen, dus dan is de verrassing minder groot. Maar gezellig, leuke reacties. Ja. Hoe is het eigenlijk met jullie Limburgs gesteld? Slecht. Als het gewoon een beetje zoals normaal gesproken wordt op straat en dergelijke, dan is het natuurlijk heel goed verstaan. Er zit een accent, dan heb ik het over een accent. Maar als dan het dialect gaat plaatsvinden, ik was laatst in de supermarkt en er stonden twee oudere mensen met elkaar te praten. Ja, dan is het heel moeilijk te verstaan hoor. Dan doe je enorm je best, maar er zijn momenten dat je dus echt absoluut niets verstaat. Maar normaal gesproken wordt er gewoon Nederlands gesproken met een Limburgs accent. En dat is best charmant, vind ik. Ja. Jullie gaan ook niet proberen om het te leren? Nee, ik denk dat ons niet meer lukt. Kijk, als je 15-jarige naartoe gaat en je blijft hier de rest van je leven, ja, dan gaat het vanzelf. Dan integreert ook die taal. Ja. Maar dit is. We zullen misschien wel wat voorzichtiger zijn met de G. En die zullen we wat sappiger gaan uitspreken in de toekomst. En dan zacht ik je. Voor de rest, ik spreek heel veel talen, dus het Limburg zal ook geen probleem zijn. Maar ik zie niet de noodzaak in, omdat hier gewoon ook Nederlands gesproken wordt. Ja. En als jullie nou gevraagd worden voor een Limburgse productie, of op zanggebied of op acteergebied? Ja, natuurlijk. Nou, ja, alleen als ik dan in het Limburgs moet gaan zingen en acteren, oké, dat zingen dat zal me wel gaan, maar het spreken, ja, dan zal ik toch. Ja, maar ik bedoel, dat hoort bij je vak. Ik heb in iets van 45 talen gezongen. En daar zitten soms ook wel eens dialogen bij in die taal. Ik heb een hele opera in Engeland gedaan in het Russisch. En daar kwam de Russische ambassadeur na afloop naar me toe. En die begon in het Russisch tegen me te praten. Toen zei, I don't speak any Russian. Toen zei hij, but you have a Leningrad accent. Nou bleek die rol van die figuur, dat is Onegin. Die kwam uit Leningrad en dat had een coach in Londen, een Russische coach, had mij dat accent aangeleerd. Maar ik bedoel, ik spreek geen Russisch, maar ik kan het wel leren natuurlijk. Ik kan wel leren zin voor zin of woord voor woord en ook precies weten waar het over gaat. Dus waarom niet in het Limburg? You raise me up.
En dan zit je hier prachtig in het buitengebied. Repeteer je ook hier thuis? Ja, ik heb boven een studeerkamer, een behoorlijk grote studeerkamer. En daar staat mijn apparatuur. En ja, zo'n aantal keren in de week ben ik wel aan het zingen. Ja, ik hou dat gewoon bij. Gaan de ramen open? Nee, die gaan juist dicht. De buurvrouw zegt, zet hem nou open. Ik zeg, nou, nee, dat doe ik dus niet. Zij kan het wel waarderen. Ja, zij is zelf artiest. Zij schildert. En ontzettend lieve mensen die ons meteen in de armen gesloten hebben. Ik weet nog goed dat wij vorig jaar hier kwamen. Volgens mij was dat 25 maart. En de verhuizers waren weg en er stond er op de aanrecht een Limburgs brood, een fly en eieren. Ze hebben kippen hiernaast. Ja, en zo lief en met welkom en dergelijke. Maar ook de andere buren, wij voelen ons welkom hier. Ja. En dat contact is niet iedere dag, maar het komt regelmatig. We zijn een poosje even in quarantaine geweest omdat we positief getest waren een aantal maanden geleden. Er was niets aan de hand, we waren niet ziek. Maar toen kwam ze echt, de buurvrouw kwam met pannetjes eten en zo hoor. Zo lief. Ja. Gaan jullie hier oud worden? Ik denk dat als het mogelijk is, dat we dat wel hopen, ja. Ja. Als de corona over is. Als de corona over is. Dan is er open een ziekenhuis open. Ja. Nou ja, ik ben het ziekenhuis. Ja, ik ben al meer. Als je oud wordt, heb je af en toe wat medische hulp nodig. Ja, maar goed, die heb ik dus nu al gehad ook. Met mijn ogen en zo. Het is moeilijker gewoon. Ja, zeker. Ja. Operaties, we hoeven niet geopereerd te worden, maar operaties worden uitgesteld. Maar ja, dat hoef ik je niet uit te leggen. Dat is natuurlijk op dit moment zeer problematisch voor mensen die dus andere ziektes hebben dan alleen maar corona. Hè? Ja. Dingen worden gewoon uitgesteld omdat er geen ruimte voor is. Maar dit is jullie laatste woning. Het is niet de bedoeling dat we nu nog eens een keer gaan verhuizen. We hebben nog een huisje in Frankrijk, dus wat dat betreft is het ook weer gunstig dat we hier wonen, omdat we dan toch wat korter hoeven te reizen dan vanuit Beverwijk. Dus dat scheelt ook weer. Ja. En die zee, ja, de familie van Amelrooy hebben sinds jaren hebben ze een huisje vlakbij zee. Een leuk vakantiehuisje. Dus het is zo dat als wij een keer een moeten werken in Amsterdam en het wordt laat en we hoeven niet terug, dan kunnen we daar slapen, dat soort dingen. Dus, en die zee die blijft wel. Ik bedoel, ik ga toch echt wel weer naar zee om te zwemmen. Ja. Wie schoon als Limburgers begrip toch nemen. Ja. Maar jullie hebben het wel. In derde jaren heen blijft Limburg gewoon betwist. Het stukje Nederland als schoonste is. Toch? Zoiets is het, hè? Jullie hebben het begrepen, hè? Ja, ik wel. Ja, en wil ik ook. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Een heel leuk interview met Marco Bakker. En wil ik op de achtergrond. Dankjewel voor het kijken en graag weer tot de volgende keer.